dat vuur daar nou? Het was er opeens. Ja. Goocheltruc. Nou ja, wat gek. Nee, niet zeep. Echt heel lekker. Jullie hebben allebei wel iets van schaamteloosheid. Ergens. Geef veel van jezelf weg. Doorbreek taboes. Gaat dat steeds verder? Steeds verder gaat, weet ik eigenlijk niet. Want ik kan ook gewoon weer overschakelen naar fictie. Je wilt dingen maken waarin mensen zich wel kunnen herkennen op een of andere manier. Mm. Dus het is waarachtiger als het gestoeld is op de werkelijkheid. Maar waarom is het zo belangrijk om daar doorheen te prikken dan? Door die taboes? Nou, ik denk dat taboes nooit verdwijnen. Maar door ze steeds te benoemen en het erover te hebben, komen ze wel weer even aan het licht, zeg maar. Ja, mee eens. Ik denk dat we altijd moeten waken voor het fenomeen dat we onszelf te serieus gaan nemen. En ik vind ook dat een kunstwerk nooit moet lijden onder de schaamte van de kunstenaar. Kijk, dus dat is als mooi ik gezet. Het idee heb dat ik een goed verhaal te vertellen heb, maar ik schaam me ervoor, dan verdwing ik mezelf om het toch te doen. Oh ja? Ja. Ik heb een enorme hekel aan schaamte. Ja. En ik ben er gewoon echt op tegen. Ik zie geen nut in van schaamte. Ja. Ik kan me daar erg in vinden. Maar toch schaamt iedereen zich. Je hebt wel een soort natuurlijke schaamte. Als ik nu een enorme diarree-aanval zou krijgen en het zou, terwijl ik hier praat, zo langs het krukje lopen, dan zou ik de volgende keer dat ik jullie ontmoet me daar inderdaad nog steeds slecht op. Oké. Op wat voor momenten, Stefano, heb jij dan bewust jouw schaamtegrens overschreden op het moment dat jij kunst aan het maken was? Nou, mijn vorige voorstelling ben ik alles gaan doen waarvan ik dacht dat ik me nog schaamde. Dus ik laat mijn lul zien. Ik laat zien dat ik met mijn mond vol tanden sta. En op dat moment zat ik in een enorme struggle. Het lukte niet met die voorstelling. Ik voelde me voor de zoveelste keer in mijn leven mislukt. Dat ben ik gewoon heel erg gaan vertellen op het podium. En ik denk dat dat voor andere theatermakers taboe doorbrekend is. Heb jij ook zo'n moment meegemaakt? Nou, de tamponfoto is misschien wel het beste voorbeeld. Ik heb een selfie tentoonstelling, ik ga een selfmade. En één van die foto's was een tamponfoto waar ik dus een bebloede tampon uit mijn vagina trok. Best charmant in beeld gebracht, vond ik zelf. Maar goed, daar dachten anderen weer anders over. En dat is, ja, dat bracht wel heel veel teweeg. Maar dat was voor mij zo duidelijk waarom ik dat deed. En ik vond het zo logisch om dat te doen, omdat je het ook nooit ziet. Terwijl elke dag miljarden vrouwen op de wereld dat doen, die handeling verrichten, en je ziet hem nooit. En als je reclame zag voor maatverband, dat is nu geloof ik veranderd. Maar vroeger was het altijd blauw, wat ze erin goten. Terwijl geen enkele vrouw heeft blauw bloed, weet je wel. Plus, zo'n foto kan je maar een beperkt aantal jaren van je leven maken. Was dat wel moeilijk voor je dan? Zo? Nee, ik schaamde me niet. Maar dat, juist dat je er niet voor schaamt, daar hebben mensen moeite mee. Ja. Dat vinden ze raar, vies, bedreigend, eng, goor, weet je wat allemaal. Je hoort er niet in je hoofd een stem die zegt, oh, half Nederland heeft nu gezien hoe ik een tampon uit mezelf trek. Ja, dat boeit me echt nul. Ja, maar tegelijkertijd wil je ook wel een reactie losmaken bij mensen. Nee. Eigenlijk hoop je het meest, en dat is ook het fijnst. Als mensen snappen waarom je die foto maakt, als mensen zeggen, ja, inderdaad, wat is er nou eigenlijk zo spectaculair aan? Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat ik het liefste dan hoor. En ik ben er toch van overtuigd, door dat soort dingen te doen, dat het wel weer meer normaal wordt. Krijg je meer kritiek op het feit dat je je lul laat zien op het podium dan dat Helene krijgt als ze een tampon uit de kut trekt? Nee, het is denk ik inderdaad pijnlijk genoeg wel omgekeerd. Dat ik er veel makkelijker mee wegkom. Dat als jij exact diezelfde scène had gespeeld, was er heel anders op gereageerd. Ja. Het is echt heel erg tragisch, maar dat is echt waar. Bij Seksdagboek had ik gedacht dat daar veel meer à la de tamponfoto, zeg maar, zo'n reactie op zou komen. Maar het grappige was dat eigenlijk behoorlijk goed. Dat ging echt goed. Het leukste is dat er kwam een of ander speeltje in voor. En dat is echt, daar is een run op gekomen in Nederland. Dat is echt, dat was niet aan te slepen. Wat was dat voor ding? Ja, het zuigt. Dus een klitzuiger. Oh, dat ding? Dat ding. Heb jij hem ook? Nee, ik heb hem niet, maar ik wil hem wel heel graag cadeau doen. Je wil een cadeau, maar niemand. Mam, als je kijkt.
Maar een beter bewijs dat wat je zegt aankomt, is er dus eigenlijk niet. Ja, dat is geniaal. En dat vond ik ook echt heel erg leuk. Van, okay, dus er zijn nu heel veel vrouwen die veel meer lol hebben in bed. Dankzij mij. Nee, dankzij dat ding. Too much credit. En jij bent de Messias. Precies, eigenlijk. Ik heb het ze gebracht. De klitzuigende profeet. Oh ja. Wil je nog wat drinken? Of gaan we al naar bed? Ik zit nog te slurpen. Wat willen jullie? Bonte avond. Bonte avond? Het is bonte avond. Voorstelling? Ik denk dat ik me heel erg schaam om nu voor jullie twee op te gaan treden. Ah, ja. Kom op. Hoezo? Is er een stukje? Kom op, gewoon doen. Hij gaat het doen. I got me another woman. Now my friend can have my room. Ben ik zo terug. Nu al leuk. Het gaat nu natuurlijk om onze ongemakkelijkheid, hè? Dat wij niet weten waar je naartoe gaat. Dank je. Ja, dit is een van mijn hits. Dit was alles? Alles. Je bent door enorm veel lagen van emotie gegaan. Ja. Dat is nou wat echt taboe doorbrekend is natuurlijk. Hè? Dat ik iets op het podium doe dat nog veel meer tegenvalt dan dat je je had kunnen voorstellen. Dan ja, dat was het. Ja.